Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video van TG Eventing. We zitten weer in de vrachtwagen samen naar stal, want wij gaan vandaag naar de Horsefoot Eventing Talent Day in Breda. Ik heb er super veel zin in. Het is een soort van selectiedag voor de Horsefoot Eventing Talent. Die gaan ze vandaag uitkiezen, waar we twee rondjes gaan crossen onder begeleiding van Tim Lips. En ik neem jullie vandaag graag mee die kant op en veel kijkplezier. Het was een beetje druk op stal, dus qua voorbereiding kon ik weinig filmen. Maar Shoppy staat in de vrachtwagen. We hebben hem gewassen en gevlochten. Hij heeft lekker eten, spullen zijn ingeladen, dus klaar om te vertrekken naar Breda. We zijn net in Breda aangekomen. Het was 2,5 uur rijden. Het was echt een heel stuk. We hebben mijn startnummer opgehaald en we kregen superleuk een zak paardenvoer alvast mee. We gaan nu even snel het cross verkennen en dan gaan we Shoppy opzadelen. En we hebben net de cross gelopen. Ziet er echt top uit. We gaan snel Shoppy opzadelen. Ik ga hem even omkleden. En dan zien jullie mij zo terug.
hebben net ons eerste rondje gereden. We gingen echt heel lekker tot hindernis 14. Daar maakten we een paar kleine foutjes. Sjappie heeft net lekker op de vrachtwagen gestaan. En we gaan nu opzadelen voor het tweede rondje. Terug naar huis. Het eerste rondje was Sjappie echt een boefje. Ze hadden heel wat weigeringen in. Helaas. Daarna kregen we wat tips en mochten we het tweede rondje rijden. Ging gelukkig wel iets beter, maar op het eerste water hadden we weer wat problemen. Erg jammer. Dat drukte onze score heel erg. Toch hebben we echt een leuke dag gehad. Weer veel geleerd en het was een fijne training. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet deze video vooral geen duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. En dan ben ik volgende week terug.